Het Sinterklaassnoepgoed ligt al een maand in de winkel en de kerstspullen komen er ook al aan. Stiekem vind ik het eigenlijk wel een beetje leuk. We gaan de Tilburgers ondervragen, dit keer op de Haaihoef in de Reeshof. Het Sinterklaassnoepgoed ligt al een maand in de winkel en de kerstspullen komen er ook al aan. Wat vindt u daarvan? Een beetje vroeg, maar wel lekker. Iets te vroeg. Ja, een beetje vroeg, hè? Maakt dat niet zo heel veel uit. We zijn toch gewend onderhand, hè, na zoveel jaren. Vreselijk. Hij vindt het vreselijk. Ik heb zoiets, maar september vind ik een beetje vroeg. Oktober, dan heb ik zoiets van, ja, dan mag het wel. Voor mij hoeft dat nog niet zo. Nee, dat mag best wel wat later. Dat vind ik echt belachelijk, ja. Dat is een beetje te vroeg naar mijn mening. Het Sinterklaas snoepgoed en de kerstspullen liggen alweer in de winkel. Wat vindt u daar nou van? Vind ik niet goed. Vind ik niet leuk. Het moet winter blijven. We hebben nu nog mooi weer. En ik wil nog een beetje aan de zomer denken. En zou het leuker vinden als het wat later zou zijn. Ja, een beetje vroeg. Leuk, denk ik. Lekker. En wanneer zou het dan mogen komen? Eind november. Ja, half november. Half november op zijn vroegst. Ik denk zo half november. Dat is vroeg genoeg, toch? Ze heeft al wat lekkers gekocht? Alleen de pepernoten heb ik gekocht. En dat eet ik zelf voor de kleinkinderen, zeg ik dan. Maar ze zijn voor mij zelf ook heel erg lekker. Dus ik snoep er zelf ook lekker van mee. Nou, dat vind ik nogal vroeg. Want ja, het is net zomer geweest. En ik vind Sinterklaas toch wel een gezellig wintersfeest. Dus voor mij mag dat wel iets later. Van. Belachelijk. Vind ik niet kunnen. Het is nog bijna zomer. Verschrikkelijk, vind ik dan. Veel te vroeg, september. Ik stom. Vrij vroeg. Veel te vroeg. Het is echt veel te vroeg, hoor. Ja. Mensen moeten nog herfstvakantie vieren en nou ja, dat is altijd, hè. Ja, moet ik zeggen, een beetje te vroeg. Gewoon te vroeg. Kinderen die krijgen al zoveel tegenwoordig en dan commercie, hè, commercie. Maar ja, als de economie helpt, kopen. Het Sinterklaas snoepgoed en de kerstspullen liggen alweer in de winkel. Wat vindt u daarvan? Prachtig. Prachtig voor de kinderen. Niet voor ons meer. Voor de kinderen wel. En op televisie ook. Er wordt ook al over Sinterklaas gesproken. Ja. Er wordt reclame gemaakt en alles. Nou, ik vind het belachelijk. November vind ik ruim voldoende. Volgens mij liggen ze al een maand pepernoten in de winkel. Nee, ik vind het zeer triest. En de herfst moet eigenlijk nog beginnen en dan ligt de spul al in de winkel. Nee, dat vind ik niet kunnen. Dat vind ik te vroeg. De kinderen gaan al vragen stellen en van hoe kan het en ze willen de spulletjes al in huis hebben. Nee, ik vind het niet kunnen. Ik vind het te vroeg. Ik vind het prima als dat pas eind oktober in de winkels ligt. Dus je bent nog niet aan de pepernoten gegaan? Nee, ik heb nog geen pepernoten op dit jaar. Nog niet te vroeg? Is oktober nog niet eens, dus ja, het is wel heel vroeg, ja. Ze heeft nog geen zin in pepernoten? Nee, absoluut niet. Nee. Ook nog niet in stamppot, maar ook niet in pepernoten. Nee. Nee, ik koop het sowieso niet. En voor mij mag het echt een maandje later in de winkels liggen. Vindt u nog niet te vroeg? Nee, dat maakt dan niet uit. Ik moet allemaal de kast verdienen, ongeacht hoe ze het doen. Niet dan? Nee, kerstmis en de andere dagen, daar moeten ze er allemaal niet van maken, dus. En zelf al aan de pepernoten gezeten? Nee, ik heb overal lang gezeten, maar dat niet.